Gisteren hebt u kunnen kijken naar deel 1 van Sinterklaas in Spakenburg. Daarin vertelde Uitheuveling over zijn ervaringen vroeger bij de intochten van de Goedheiligman. Vandaag besteden we aandacht aan de intocht van Sinterklaas in 1978, dus 33 jaar geleden. Grote verwarring ontstond toen bleek dat er naast de echte Sint nog een Sint met zijn Pieten in ons dorp arriveerde. Een nep-Sint dus. Ja, voor op een snap Sinterklaas, dat is echt een hele gebeurtenis geweest. Ik weet nog, ik was zelf ook bij de haven. Hè? En daar is burgemeester Bol de Sinterklaas aan toespreken. Sinterklaas was net gearriveerd en vroeger van de schoenhandel, Piet Verkor zei wel, dus Piet Vermeer, en dat was de voorzitter. En Sinterklaas staat daar en daar eens komt daar een boot voorbij, een motorboot, en er zit een Sinterklaas in, nep Sinterklaas, met een stel Pieten. En dat was een lawaai tot en met. En de burgemeester die keek heel verschrikt hoor. En ja, Vermeer was echt boos ook. Hij vond er geen manier van doen. Maar ja, ik weet dat die Sinterklaas die er toen was, hè, die speelde zo op in. En die zegt tegen de burgemeester: oh burgemeester, wat verschrikkelijk! Ik ben de enige echte Sinterklaas, dat is een valse hoor. En ook tegen de kinderen, dat is een valse Sinterklaas hoor. Dat is geen echte, ik ben de enige echte. De pers besteedde er veel aandacht aan, want de tweede Sint zorgde voor veel deining in Spakenburg. Een van de neppieten aan boord van de BU-22 was Jacob van de Groep. Wat kan hij zich nog herinneren over die intocht? Nou, het idee is feitelijk al een jaar of drie ervoor ontstaan. Doordat we met onze kameraden tegen elkaar zeiden: joh, zou dat niet eens een leuk geintje wezen om met twee Sinterklaas de haven in te komen. En toevallig Dirk Koelewijn, genaamd Dirk Plum, die liep ook bij ons. Die was ook Zwarte Piet. En die moest allemaal zeggen tegen Dickie. Want daar heet hij nou. Maar Dirk vroeg het aan Dickie en Dick was er nog niet aan toe, want die had nog een visserijvergunning. Dus hij viste nog met die boot. Dus hij dorst het gewoon nog niet aan. Misschien bang dat hij zijn vergunning kwijtraakt of wat ook. Maar een paar jaar later kwam Dickie zelf naar zijn naamgenoot toe van: jongen, ik vis niet meer, mijn vergunning is afgelopen of verkocht, ik weet niet precies. Of dat in elkaar zit. En we moesten het nu maar eens een keer gaan doen. Nou, dat was met elkaar afspreken. Dickie zou in Nijkerk in de haven. Daar legt hij zijn boot neer. En wij gingen naar Amersfoort. Om ons op te laten sminken. Heel professioneel. Toen met de auto terug naar Nijkerk. En daar zijn we op de boot gestapt. Maar het was dichte mist. Je zag geen hand voor je ogen. Dus wij zijn gaan varen richting Spakenburg. En op een gegeven moment dacht Dickie van, omdat het totaal gezicht was, we gaan nu voor anker liggen, we liggen nu voor de haven. Dus bal stil en wij wachten tot we wat hoorden. En op een gegeven moment, na een half uur wachten, hoorden we heel in de verte Sinterklaas al praten. Ah, jongens, ik denk dit gaat een sof worden. Maar op een gegeven moment Dickie zijn motor stijpte. En hij noemde die motor Gaddafi. Het was een DAF. En het was met vol speedse op de haven. En toen hadden we het enorme geluk dat sinds jaren Sinterklaas kwam altijd binnen in de hoogdehemel. Dat die toevallig dit jaar voor het eerst hebben ze het geprobeerd om het bij een kleine zeetje te gaan doen. Dus daar hadden ze een platform gemaakt met burgemeester Bol en zijn vrouw en de Sinterklaas troep. Dus dat kon niet mooier uitkomen. Er stond helemaal zwart van de kinderen bij de echte Sinterklaas ook gehad. En wij volop strooigoed bij ons, ook allemaal gesponsord door een goede vriend. En volop strooien en alvarend naar de hoek de hemel kwam al dat kleine grut achter ons aan
Omdat we lekker ruim in de strooigoed zetten. Of wij eenmaal aangekomen in de hoogdehemel met alles achter ons in. Toen zijn we van boord gestapt, was wel een hoge opstap. Recht tegenover de kajuit, zeg maar. Moesten we eraf en daar stond mijn zwager Bojek Bos klaar met een tractor, met een boerenwagen erachter, met een bankstel erop. Dus wij klimmen van de 22 af op de wal, op de tractor. Abraham, tenminste de tweede Sinterklaas, zou ik maar zeggen, op de bank. Nog een paar Pieter naast hem op de bank en een paar Sandy. En de tractor staat en die gaat ze ronde maken door het dorp. Het mooiste vond ik dat nog altijd, dat ik ouders hoorde zeggen, die middenstand hier is toch hard achteruit gelopen. Dat was echt fantastisch. Maar goed, wij al rijden door het dorp heen en mensen met zulke ogen op een boerenkar, weet je wel. En tot de stenen brug toe. En dan kwam de politiebus aan en die hield ons tot stand, zeg maar. En die gooit die schuifdeur op. Toen had je de schuifdeur nog in die oude met zijn politiebusje zitten. En allemaal erin. Fijn, mee naar het bureau, het hele spul. Fijn, in het bureau aangekomen. Politie was, moest denk ik net doen of ze kwaad waren natuurlijk. Dat denk ik maar zo. Want die wou ons ondervragen. En die zei op een gegeven moment naam. Ja, ik zei Piet. En vervolgens alle anderen Piet. En ook naar Bram toe. Naam. Sinterklaas. Snap je? Nou, dan weet je al. Ja, ja. En op een gegeven moment was die politie, ja, die kon dat feitelijk ook niet goed waarderen. Dat vond ik wel jammer. Op een gegeven moment was hij zo op zijn naad dat hij zei, jongens, wat willen jullie, schikken of voorkomen? Ja, wij zijn allemaal tegelijk voorkomen, maar dan gaan we zo. Dan willen we de rechter ook wel eens laten lachen. Ja. Nou, we hebben er in ieder geval nooit wat van gehoord. Dus ik denk dat ze dat wel uit haar hoofd hebben gelaten. Op een of andere manier. Maar het mooiste van het verhaal is, wij staan er aan een poosje, ondervraagd en wel en. Dan gaat de bel op het politiebureau en de politie doet open en daar staat Dickie voor de deur. Daar staat Dickie, de schipper, voor de deur. Zei de politie, en wat is er los, wat moet je? Ik ben de schipper van de Sinterklaas, ik kom nu mijn bemanning halen. Nou, we moeten over dat horen, allemaal op onze knieën van lachen. Alles is verder goed verlopen. Alleen, toen bij de Boldebar, daar zat een stel Pieten. En die waren inmiddels weer vrijgekomen. En daar komt Sinterklaas aan. In de koets. En daar willen ze molesteren en uit die koets trekken. En ik hoor nog Sinterklaas roepen tegen de koetsier. Koetsier, rij je! Om vlug bij de wondermaker te zijn. En daar is hij toen uitgestapt. En later, toen is Sinterklaas achteruit gekomen. En toen hield Sinterklaas aan. Dus bent u boos? Ja, helemaal niet, jongens. Sinterklaas kan ook tegen een grapje. Want hij beschouwde het als een soort grap. En zo kwam eigenlijk alles nog goed. En toen is eigenlijk het leuke geweest dat die nep Sinterklaas, die nep Sinterklaas, en die is later getrouwd op het gemeentehuis. En toen heeft de Anton Burgerstand gezegd, wat een historisch gebeurtenis, dat vandaag Sinterklaas trouwt. Ja, eigenlijk was het.